Yes, je kijkt nu naar het Top Notch YouTube kanaal op youtube.com/topnotchnl. Ik ben Farid, naast mij Winne, Winston Bergwijn. Een van de meest geanticipeerde Nederlandse hiphopartiesten van het moment. Vanaf 2005 maakte hij zich in één klap relevant met het nummer Top 3 MC. En zijn carrière als artiest raakte vanaf toen in een stroomversnelling. Maar ik wil bij het begin beginnen, voordat we naar een album toe gaan praten, wat meermaals is uitgesteld, wat zoveel beren op de weg had, zoveel strijd heeft gekend om te realiseren, de winnaars van de strijd. Dat is het einde van dit verhaal. Maar laten we beginnen, pakweg 10, 15 jaar geleden. Mm-hmm. Je begon met rappen. Klopt. Onder de naam Static. Klopt. Engelstalig. Mm-hmm. Hoe lang heb je dat gedaan? Ik denk 3 of 4 jaar. Dat ik echt gewoon geschreven heb en wat nummers opgenomen heb. En nou, daarna heb ik het losgelaten. Vanaf welke leeftijd was het? Ja, ik denk dat ik begon met schrijven rond mijn 19e, 20e. En dat ik zeg maar actief ben geweest tot mijn 25e en dat ik het daarna gewoon even los heb gelaten. Totdat we echt met het Nederlandse werk begonnen zijn. Wat was je, wat voor MC was je toen als stelling? Had je jezelf al gedefinieerd? Ja, ik denk dat ik in het Engels deed wat ik nu in het Nederlands doe. Alleen dan minder goed. En waarom denk je dat als je 3, 4 jaar die muziek Engelstalig maakte, mm-hmm, en qua rap-persona, qua persoonlijkheid die je uitdroeg, iets vergelijkbaars deed als het Nederlands. Waarom is dat toen niet aangeslagen en heeft dat een minder groot publiek bereikt dan met je Nederlandse? Omdat muziek? We daar eigenlijk nooit actief mee aan de slag zijn gegaan. Ik bedoel, we hebben vrij weinig gerecord. Uh-huh. Best wel veel liveshows gedaan daarentegen. Maar er was niet echt muziek wat tastbaar was voor mensen. Iets wat ze mee konden nemen naar huis of wat ze op konden zetten. Dus ik denk dat dat wel een grote rol heeft gespeeld, want voor de rest was de feedback gewoon heel erg goed. Dus ja, dat zal waarschijnlijk wel de reden zijn geweest. Denk je niet dat het een fundamenteel verschil ook is geweest dat het internet nog niet een hele grote rol speelde voor het ontdekken van nieuwe muziek? Ja, dat zeker. Ik bedoel, dat medium was toen nog niet wat het nu is. En het was meer een word of mouth ding, dus iemand heeft iets ontdekt en die vertelt het aan de next person. Die next person vertelt het weer door aan de volgende. En zo moest iets gaan leven. En dat heeft een plafond. En dat heeft een plafond, inderdaad. Dus MC's in Rotterdam wisten van, oké, Static is nice. Uh-huh. Ik hoef daar niet te gaan, hij is een rapper. En de gerenommeerde MC's wisten ook van, oké, voor hem moeten we uitkijken. Maar dat is wel waar het bij bleef. Dus het is nooit verder gekomen dan dat. En in tegenstelling tot Top 3 MC, waarbij het was, nou, zet die track maar op het internet en je hebt meteen al het publiek en iedereen heeft de muziek, mm-hmm, tot zijn eigen beschikking en hoeft niet te wachten op een mening. Opvallend is dat je, wat zal het zijn, in midden 2005, zomer 2005, gooide je Top 3 MC op het internet, geproduceerd, mm-hmm, door Kapitein Mo. Mm-hmm. En het viel meteen op dat je technisch al verder was dan een gemiddelde debuterende MC. Mm-hmm. Sterk refrein, heel goed gevoel voor hoe zeg je dat, delivery, flow. Mm-hmm. Komt dat doordat je een aantal jaren in het Engels hebt gerapt en dat je die technische bagage meenam? Of ontdekte je dat je in het Nederlands gewoon veel makkelijker afging? Ik denk het tweede, want voordat ik Nederlands ben gaan schrijven had ik een hele poos niets gedaan. Dus ik denk dat het wel iets is wat natuurlijk komt, maar dat ik tegelijkertijd ook altijd wel een student van de game ben geweest. Dus ik heb wel altijd gewoon actief naar rappers geluisterd en me verdiept in de kunst gewoon. En met die kennis ben ik gaan schrijven. Dus op het moment dat ik iets moest gaan doen, had ik wel alle handvaten om dat goed te doen, zeg maar. Met als referentiekader Amerika in plaats van Nederland. Precies. Want je geeft meer vaak aan de eerste coupletten die ik opnam in het Nederlands. Mm-hmm. Op dat moment hield ik me echt vrijwel niet bezig met de current affairs in Nederland. Helemaal niet. Je kende een Extinction, je kende een Unique natuurlijk. Ja. En wat voor de pioniers, maar je was niet bezig met de nieuwe garde. Extinction, Duvel. En Unique was toen nog niet eens uit. En daar, ja, ik had wel eens wat van Reemster gehoord. En ooit wel een keer een track van Opgezwollen, maar ik had me er nooit in verdiept. Het ging de ene oor in, de andere oor uit. En ik ging gewoon verder met die Engelstalige shit. Dus ik hield me echt helemaal niet bezig met Nederlandstalige hiphop. Totdat ik zeg maar een cd van Superpollen kreeg.
was buiten Westen. En dat was het keerpunt, zeg maar. Toen dacht jij, dat is hoop. Ja, ik weet niet. Ik hoorde hamvraag en ik hoorde oefenen. En toen had ik zoiets van, oh, oké. Kan het ook zo. Het moment dat je die muziek opnam, Top 3 MC, Pomp Die Shit, al heel snel daarna werd je al bij verschillende mensen in de top 10 lijstje gezet van beste Nederlandse MC's. Ja. Wat is het wat jij in één klap bracht, wat er blijkbaar in de jaren daarvoor niet tevoorschijn kwam? Wat is echt zeldzaam, weet je zelf ook, dat iemand zo snel in de regionen stijgt? Ja. Ja, ik weet niet, ik denk een total package. Ik bedoel, de delivery was daar, de lyrics waren daar, die beats waren daar. Er was een persoonlijkheid en gewoon ook iemand die zijn mannetje kon staan op het podium. En Nederlands niet zo groot. Ik bedoel, in Amerika is de markt verzadigd. Op elke hoek is er een dope MC en hier heb je dat niet. Dus ik bedoel, op het moment dat je ergens een beetje in uitblinkt, wordt dat ook gewoon echt gelijk vergroot. Dus ik denk dat dat bij mij het geval is geweest. Schets voor mij kort de totstandkoming van die alliantie van de kazerne en wat het precies inhoudt. Ja. En hoe dat uiteindelijk toch enigszins uit elkaar is gevallen. Om te beginnen is het niet uit elkaar gevallen, het staat nog steeds. Eli ken ik dan al heel erg lang. Wij maakten dan samen deel uit van de formatie DCO. Eigenlijk heeft Eli mij onder zijn hoede genomen toen ik Engelstalig begon te rappen. ANC ken ik dan ook al heel erg lang, want met die jongens ben ik opgegroeid. We zijn allemaal in dezelfde wijk opgegroeid, bijna in dezelfde straat. Vice en Mills zijn er later bijgekomen. Toen zijn we eigenlijk samen een beetje met elkaar gaan recorden, gewoon een beetje van elkaar aan het afkijken van wat doe jij, oké, die is nice, die doet dat. En het klikte gewoon. En toen is die groep zeg maar op een natuurlijke manier tot stand gekomen. Ik bedoel, er zat geen plan achter, er was niet opeens van de een op de andere dag dat we zoiets hadden van oké, we're gonna form a group, we gaan een groep vormen. Het was meer van oké, we hebben plezier en we gaan kijken hoe ver we met dit kunnen komen. Vice heeft mij toen naar Mo voorgesteld, want we hadden nog geen vaste producer of zo. En daarna hebben we top 3 opgenomen. Top 3 heeft zeg maar die Nederlandse hip-hop een beetje op zijn kop gezet voor een kleine periode. De impact was groot. Ja man, de impact was groot. En daarna kreeg ik een belletje van Kees. Van hey, what up, wie ben jij precies en wat doe jij en wat ben jij van plan? En daarna zijn de problemen eigenlijk een beetje begonnen. Omdat ik denk Mo het idee had dat ik weg zou gaan. En weg bij de kazerne. Ja, weg bij de kazerne en hem achter zou laten. Maar dat was in principe nooit mijn intentie geweest. Schets voor eens en voor altijd, nou eindelijk, voor zover dat te delen is met de mensen, wat er gebeurd is tussen jou en kapitein Mo en wat jullie huidige status is. Ja, ik bedoel, ik denk dat het iets te snel is gegaan. Je moet je voorstellen dat hij net was begonnen met beats maken en ik was net begonnen met Nederlandse lyrics schrijven. En met een demo-track, eigenlijk de eerste track die wij samen opgenomen hebben, hebben we dat kunnen bewerkstelligen. Een experiment. Een experiment, inderdaad. Ik bedoel, op het moment dat het nummer af was, heb ik hem wel aangekeken en zei ik tegen hem, Mo, als we dit op het net gooien, is het aan. En hij had zoiets van, ja, we'll see, weet je. Maar ik had al die feel van, dit gaat vervelend worden. En ja, het werd ook vervelend. Ik bedoel, er kwam heel veel aandacht en die aandacht is er in de eerste instantie voor de MC en niet voor de producer. En ik denk dat dat wel een rol heeft gespeeld. En een kwestie van erkenning die hij dacht niet te krijgen. Ja, precies. Maar ik had zoiets van, laten we grinden, laten we de muziek maken die we moeten maken. Jij bent mijn premier. Ja. Of jij bent mijn Dr. Dre. Snap je? Waarom naar een andere producer toe gaan als ik jou heb? Ja. Dat was altijd mijn mindset. Dat is altijd wat ik in mijn achterhoofd heb gehad. En ik had zoiets van, als ik dan een deal krijg, kom ik ook gewoon naar huis om het met jou te delen. En dat is uiteindelijk ook wat ik gedaan heb. Alleen, ik denk, ego spelen een rol van zijn kant en van mijn kant. En ik denk niet dat we altijd even helder gecommuniceerd hebben. En dan gaan de mensen in zijn oor zitten, mensen gaan in mijn oor zitten. En op een gegeven moment krijg je een situatie die gewoon niet meer werkt, omdat het te veel gezegd en te veel gedaan is. Wat is wat was jouw functie voor Topnotch op dat Rotterdamse kantoor? En wat gaan we daarvan terugzien in het komende jaar? Ja, bij het begin beginnen.
Ik ben met Kees gaan zitten. Hij was in de eerste instantie geïnteresseerd in mij als artiest. En naarmate we meer met elkaar spraken, had hij zoiets van, ik kan jou op verschillende manieren inzetten. Mm-hmm. En toen zijn we gaan praten over iets wat we in Rotterdam op zouden kunnen zetten. Daar zijn we op een gegeven moment mee begonnen. Alleen hadden we nooit echt een, laat me zeggen, een concreet plan gehad van, dit is precies wat we gaan doen. Wel zou ik altijd de merchandise gaan doen, dat heb ik ook gedaan de afgelopen periode. Daarnaast ben ik bezig geweest in het begeleiden van camping met bepaalde dingen, projecten van Unique. En ik zou sowieso mijn oog open houden in Rotterdam om te kijken of er talent rondloopt of rond zou lopen. We hadden ook plannen om op uitgaansgebied het een en ander te organiseren. Dus zoals als ik nu al aangeef, dat zijn een hoop dingen. Mm-hmm. Dus ik heb me de afgelopen periode ook bezig gehouden met te veel dingen. Ik had denk ik te veel hooi op mijn vork om ook maar één ding echt goed van de grond te kunnen krijgen. En nu ben ik in een positie beland waarin ik zelf zoiets heb van waar is alles begonnen? Dat is de muziek. Dus dat is waar ik op moet focussen. Om op de lange termijn wel door dit soort dingen te kunnen doen. Dus wat ik nu ga doen is gewoon die plaat droppen. Zorgen dat die plaat succesvol is. En in 2009 kijken naar wat we onder, hoe moet ik het noemen, de paraplu topnotch Rotterdam kunnen gaan doen. Heb je het gevoel dat je voor je beurt hebt gepraat? Met die uitspraak over topnotch Rotterdam? Dat je te veel hooi op je vork nam en nog niet zag wat je eigenlijk wilde gaan doen? Ja, nee. Ik bedoel, je bent amped, je bent hyped. Ik bedoel, er komt een kans op je pad en je bent gewoon enthousiast. Mm-hmm. Dus je wil praten erover, je wil het loslaten, je wil stiekem ook gewoon stoer erover doen. Want het is nooit eerder gebeurd. Nobody did that. Jij bent de eerste die dat gaat doen. Dus ik heb voor mijn beurt gesproken. En eigenlijk ook nee, want die plannen waren er wel. Maar het gaat meer om hoe voer je dingen uit. Ja. En ik denk dat we ook achterstevoren begonnen zijn. Net zoals je carrière. Precies, net zoals hoe heel mijn carrière loopt. Ik bedoel, je begint aan de top en daarna moet je vechten. Ik bedoel, je moet eerst je naam vestigen als artiest voordat je je bezig gaat houden met dit soort dingen. En ik was gewoon van de get-go met allerlei rare dingen bezig, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus ik heb nu gewoon zoiets van wat ik net al aangaf. Focus op de muziek, zorgen dat de muziek doet wat het moet doen. Met name vestigen als artiest. En dan gaan kijken of we in de toekomst alsnog iets met topnotch Rotterdam kunnen doen. En op welke manier dat gaat gebeuren, dat durf ik niet te zeggen. Zoveel strijd in de aanloop naar een album dat winnen zonder strijd heet. Waarom is die titel nog steeds toepasselijk voor de plaat die jij hebt gemaakt? Die titel is nog steeds toepasselijk omdat ik al gewonnen heb. Ik bedoel, dat wat ik wilde bereiken, diep van binnen, dat heb ik al gedaan. Ik bedoel, ik wilde die game een keertje op zijn kop zetten. Ik wilde de beste rapper van dat moment gewoon om laten kijken van, wow, wie is dat die eraan komt? Dat heb ik gedaan. Ik bedoel, ik heb alle podia gerold die je maar kan bedenken. Ik heb de slag al gedaan, Lowlands al gedaan, Metropolis in Rotterdam, Rocket Open Air, The Rhythm the Rebel, definities van doofheid. Noem het maar op, man. We hebben al die shit al gedaan. Ik bedoel, ik heb een State Award gewonnen voor beste video. Begrijp me niet verkeerd, zonder debuutalbum. Ik sta op die plaat van Extince, ik sta bij de albums van Unique, ik sta op 3 projecten van Campy, ik sta op het album van Salah, ik sta op een klassieker als Eigen Wereld. Ik bedoel, ik heb mijn stukje geschiedenis in principe al geschreven. Ik bedoel, als je over de Nederlandstalige hiphop praat in de toekomst, weet ik zeker dat mijn naam ergens genoemd gaat worden. Dus in dat opzicht heb ik al gewonnen. Als het morgen afgelopen is en mijn plaat zeg maar alsnog vind het wordt, heb ik nog steeds het gevoel dat ik gewonnen heb. Dus winnen zonder strijd is van toepassing. In februari van 2006 gaf je aan dat je zou proberen je album in december 2006 uit te brengen. Mm-hmm. Maar dat het waarschijnlijk de zomer van 2007 zou worden. Mm-hmm. Dat is allebei niet gelukt. Mm-hmm. Eind 2007 kwam je uit met een EP, Onoverwinnelijk. Mm-hmm. Met een verzameling eerder gereleaste nummers en wat nieuw werk. Mm-hmm. Waaronder Je Liegt met Vice, heel toepasselijk. Want vervolgens loop je weer over een nieuwe datum. Toen was het 20 april, geloof ik, van 2008. Ja.
niet gebeurd. Ja, maar op het moment dat je het zegt, is het geen liegen, hè? Ik bedoel nee, je belooft wel wat. En je komt die belofte niet na, maar het is niet liegen of zo. Het is niet bewust van... Een vraag die ik heb, en veel fans met mij, is waar toverde je die data vandaan? Oh, ik toverde ze niet. Ik had gewoon zoiets van, ik heb dit en dit en dit niet opgenomen. Ik moet dat en dat en dat nog doen, dus dat is haalbaar. Als ik die datum roep, dan moet dat wel lukken. Maar ik bedoel, in die periode zijn er zoveel verschillende dingen gebeurd. Dan wil ik mensen niet eens meer lastigvallen. Dan heb ik het gewoon over op muzikaal vlak en ook gewoon in de privésfeer. Ik bedoel, ik heb echt toch best wel veel tegenslagen gehad. Dat je zo'n zware periode had en dus het creatieve proces werd verhinderd, mm-hmm. maar jij zelf ook in je persoonlijke leven, mm-hmm. dat je eigenlijk steeds opnieuw aan het opstarten was en door moest stuiteren naar een timelines. Ik ben misschien 4 of 5 keer opnieuw, meer nog, misschien 6 of 7 keer ben ik in mijn hoofd opnieuw begonnen met die plaat. En het grootste probleem is dan toch wel het feit dat ik dat album niet met Mo heb kunnen maken. Want dat heeft gewoon echt met me gefokt. Is Winnen zonder strijd voor jou een typisch Rotterdams album? Nee. Wat is een typisch Rotterdams album? Rotterdam, bestaat dat? Rotterdam is jullie, typisch Rotterdam. Jullie Rotterdammers hebben het altijd over hoe Rotterdamse hiphop anders is. Rotterdam van Yannick is een typische Rotterdamse plaat. Ik bedoel, hart en ziel van die plaat is gewoon hoe Rotterdammers zijn. Gewoon blunt in je face, draai er niet omheen, maar zeg gewoon hoe het is. En die, de plaat van Yannick die vertegenwoordigt heel erg die mentaliteit. En ik denk dat mijn plaat in dat opzicht iets breder is. Maar wel als ondergrond, als basis, als rode draad Rotterdam. Heb je moeder en je zusje Winnen zonder strijd al gehoord? Nee, niet. Mijn moeder heeft alleen W-I-N-E gehoord. Uh-huh. En ik had toevallig, voordat jullie hier naartoe kwamen aan de lijn, en ze vertelde dat ze die clip al heel vaak had gekeken. Misschien heeft zij wel voor die 50.000 views gezorgd. En dat ze het gewoon heel erg tof vond. En dat ze benieuwd was naar de rest van de plaat. En dat ik maar moest opschieten. Ja. En ze zei dat het mijn jaar werd. Dus, binnenkort een mooie grote appeltaart voor je. Ja, wie weet man. Het album komt eraan, wat kunnen we verder nog verwachten? Ga je iets geks doen met de verpakking van de plaat? Komt er een speciale editie uit? Komt er een release party, een tour? Om bij het eerste te beginnen, de koffer wordt crazy. Die wordt heel ziek, die mannen van Hotel zijn voor me bezig. Meer dan dat zeg ik niet, ik zeg Hotel. 13 maart. Vrijdag de 13e. Aangezien we zoveel pech hebben gehad op de weg naar de release toe. Even de goden verzoeken gewoon. Even de goden verzoeken van be easy on the boy man. Ik heb gegrind man. Jullie hebben me laten vallen. Ik ben opgestaan. Ik ben weer gevallen. Weer opgestaan. Laat me rennen nu alsjeblieft. In ieder geval genoeg op stapel voor de komende tijd. In de aanloop naar 13 maart. En ook daarna. Op wat voor manier kunnen je fans en je haters in de gaten houden wat je allemaal aan het doen bent? Hou sowieso de Topnotch site in de gaten. www.top-notch.nl. Daarnaast heb ik ook een Hypes account. Dat is winnen1978.hypes.nl. Kom naar die page, krabbel me. Stuur me een berichtje als je wat wil weten. Add jezelf als friend. I'll keep you posted. Volgens mij was dat hem. Winnen zonder strijd. De 13e. Vrijdag de 13e. We're out.